F-16 is natuurlijk een heel belangrijk vliegtuig, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de mensen die ermee gevlogen hebben. Wij zijn heel trots dat we in deze tentoonstelling een aantal bekende vliegers van de Koninklijke Luchtmacht bereid hebben gevonden om hun ervaringen met ons te delen. Wat gebeurt er met je als je op missie bent en je wordt aangevallen? Hoe is dat als je 's nachts boven Syrië vliegt? Zodra je op de frequentie inschakelde en de aircontrole begon terug te praten, dan hoorde je het geschreeuw en geschiet op de achtergrond. De eerste paar seconden doet dat wel iets met je, dan voel je dat. En daarna moet je dat eigenlijk opzij zetten en uitschakelen om zo goed mogelijk je taak uit te kunnen voeren, om die jongens op de grond zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Allereerste keer dat ik bommen gooide tijdens de Liberty Force in 1995, dat weet ik nog heel erg goed. Ik ging op pad met 6 ongeleide Mark 82 bommen. We hadden allemaal ons eigen specifieke munitiebunker die we uit moesten schakelen, zeg maar. En je hangt daar eigenlijk in die orbit, in die cirkel te wachten en je ziet iedereen één voor één inrollen en je ziet die dingen allemaal ploffen op de grond, die bommen, en je ziet ook die verschillende doelen ontploffen, zeg maar. Je hebt foto's bij die op je been hebt liggen en zo, en daar kijk je naar, dus je ziet al die verschillende targets uitschakeld worden en dan wordt het op een gegeven moment jouw beurt. Ja, en dan heb je redelijk wat adrenaline, zeg maar. Ja, en dan gaat echt de adrenaline gaat door je lijf heen van oké, hier moet ik wat aan doen. En je gaat ook keihard de bocht om op dat moment. Je gooit die hitzoekende fakkels, gooi je uit die flares. En je ziet in één keer die raket ook op die flares afgaan. Wil je nou alles zien? Kom dan naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. F-16. 50 jaar fast forward.